Oké, daar zijn we weer met een nieuwe vlog, week 43 van de Merlies, Marlies en Grandies. En we gaan zo even naar het gewas kijken. Maar als we terugkijken op de week, hebben we wederom een zachte week gehad. Met één gevaarlijk puntje, dat was de grote regenbui van afgelopen zondag. Dat was, die kwam en ging zo snel dat de lucht het niet bij kon werken. Dus het gewas is daardoor ook nat geworden in de kas. Maar laten we even gaan kijken hoe die erbij staat. Als eerste de Merlies. Nou, we hebben de rommelige trossen. De laatste tros was iets rommelig. Die hebben we behoorlijk netjes op kunnen knappen. Dus we verwachten toch nog weer een goede oogst op het einde. We hebben nu ongeveer nog 4-5 trossen hangen. En dat betekent dat de laatste tros ook aardig volgroeid is. En dat we langzamerhand gaan beginnen met een klein beetje ethyleengas toevoegen. Als tweede de Marinies, eigenlijk een beetje vergelijkbaar stadium als de Merlies. Wat we wel zien is dat op het moment de ziekte en plagen wat toenemen in de onbelichte teelt. En dat uitzicht in toch wat botrytisplekjes, toch een rupsje hier en daar, toch een witte vliegje wat toeneemt. En laten we ervan uitgaan dat we nog netjes tot het einde komen, maar we moeten wel alle zeilen bijzetten. De derde en de laatste van het rijtje die we vandaag gaan bekijken is de Grandies in de onbelichte kas. En om even terug te kijken waar we nu staan qua producties, zitten we met de Grandies op 70 kilo, op de Marinies op 68 en op de Merlies 67. Dus, en dat is vooral te danken aan de hogere vruchtgewicht. Dus met de Grandies zitten we aan een vruchtgewicht van 195. Met de Marinies op een vruchtgewicht van 177. En de Merlies van een vruchtgewicht van 167 over het hele jaar genomen. Dus dat is een beetje heb je een beetje idee van producties en vruchtgewichten. Verder is het zo dat we zijn de laatste tijd heel zuinig aan het stoken. Op het moment kunnen we ietsje makkelijker erover denken, want de daggasprijs die gaat regelmatig onder de 20 cent. Dus laten we hopen dat we snel naar normaal gaan. Tot zover de onbelichte kas. En in de belichte kas zijn we op het moment midden in de schoonmaak. En dat wil zeggen dat we de goede schoonmaak die begint natuurlijk eigenlijk al op het moment dat je vlak voor het verstipperen met het toedienen van desis, om te zorgen dat alle plagen dood zijn, dat je niks meeneemt naar de nieuwe teelt. En daarna volgen we eigenlijk het NVWA-protocol wat uitgeschreven is voor de virusbestrijding. Het enige wat we niet doen is het verwijderen van het gronddoek. Maar verder volgen we het protocol en dat is, dat wil zeggen, Veerkon in de hoofdrol. Zorgen dat alle organische dingetjes verwijderd zijn uit de kas. En niet te vergeten, als alles weer ingericht is en klaar ligt, toediening van peroxide. Zodat ieder dingetje wat er nog is, dat ook gedood wordt. Tot zover de vlog van deze week. Volgende week gaan we planten. Dus dan hebben we een heel ander verhaal als de laatste tijd. Dan gaan we kijken hoe de nieuwe planten ontwikkeld zijn. En ik zou zeggen, tot volgende week.